Mijn naam is Edward en dit is Ontrouw TV. Yo mensen, welkom bij de allereerste video van het nieuwe YouTube kanaal Ontrouw TV. Op dit kanaal alles over relaties en vreemdgaan en vandaag schieten we de eerste video in Rotterdam zoals je kan zien. En de allereerste vraag is, wat is het raarste bericht wat je ooit hebt gekregen op Tinder? Wij gaan het onderzoeken, jullie gaan mee, let's go. Ja, ik heb niet echt een gek Tinder gesprek, maar ik heb wel een gekke DM gekregen ooit. Van Rapper 16, als je dit ziet, shout-out naar jou. Mag ik voorlezen? Ben je in zijn DM gesluit? Nou, ja, soort van. Maar niet echt op die game manier toch, maar gewoon als grap toch gewoon, zeg maar. Dus dat was wel leuk. Oké, vertel. Oké, kijk. Ik had ooit een DM gestuurd, want een vriend moest bij hem bezorgen, Domino's. Dus ik dacht van, ja toch, ik wil met hem een gesprek starten. Die zei zo, hoi, ik werk bij Domino's, hoe waren de pizza's? Groetjes Lucas. Hij zegt tegen mij, bro, ik probeer meer hot wings te bestellen. Maar jullie zijn dicht. Kan je niet dat regelen? Dus ik zo, oh nee man, sorry. Ah, kan helaas niet. Hij zei zo, shit bro, honger. Ik zeg, sorry man. Dat was het. Sterk wel man. Nou, ik had dus een keertje een Tinder gesprek met een meisje. Leek wel een vent. Maar als het maar een gat heeft. Maar... Zijn zusje. Oh ja, zijn zusje als match? Zijn zusje, ja. Zijn zusje? Ja, jouw zusje. Oh, perfect. En toen? Hoe heb je gefixt? Nou, ik zeg, wil je euroknaller? Toen zei ze, ja, ik pijp je ervoor. Zo, hoor je dat? En toen kwam ze of niet? Ja, jongen. Ja, gelijk. Nou, kijk, ik was zeg maar op zo'n feest bij een vriend van mij. En toen kwam zij. En, leek gewoon echt een vent. Ik heb geen Tinder gesprek of zo, wat raar was. Maar ik heb wel een hele vage date gehad. Vertel. Ik ging met een jongeman op een date. We gingen naar de bioscoop en zo. We hadden popcorn, alles. Je weet zelf, de bioscoop is best wel prijzig. En hij had geen geld. Maar jullie stonden bij de kassa voor de popcorn en toen ging geld. Of hoe ging dat? Nou, je moet natuurlijk je kaartje halen aan het begin. Ja. Daar had hij al geen geld. Dus dacht ik, okay. Maar hoe ging dat? Hij zei, wil jij betalen of zo? Of hoe ging dat? Hij zei gewoon van, oh ja, ik heb geen geld. En ik keek hem aan en ik dacht... Ben je serieus? En toen? Ja, weet je... Ben je niet weggerend? Nee. Kijk, ik ben niet zo iemand van... Dan laat ik je gewoon zitten. Ik heb wel gewoon die date afgemaakt, maar... Okay, dus je hebt kaartjes betaald en je hebt eten betaald? Ja, alles. Ik ben bezorger, toch? Dus ik moest bezorgen bij... Wat bezorgen? Gewoon pizza's en zo. Zulke dingen. Dus ik moest bezorgen bij zo'n teammate. Ze doet zo die deur open. Zegt goedemiddag. Daarna... Maar ik keek haar in haar ogen. Ik zag blauwe ogen. Mokro met krullen. Daarna ging terug naar Zaak. Ik ging haar nummer weer opzoeken. Ik zie haar profielfoto. Ik werd gelijk verliefd. Ik app haar zo. Ik zeg, ik moest net bij je bezorgen. Daarna ze typt hele verhaaltje. Ik denk, ah, dit gaat goed komen. Daarna ik zie, als je me nu niet verwijdert mijn nummer, kom ik per direct naar Zaak. Ik kreeg wel een traantje. Is het wel eens gelukt? Wat? Heb je wel sick gefixt zo, op die manier? Ja man. Ja? Hoeveel? Dat weet ik niet precies. Maar soms reageren ze gewoon leuk terug. Ja, je moest gewoon bezorgen en je hebt die chick gewoon opgezocht. Je hebt het nummer gewoon opgezocht. Ja, maar en toen ging je appen. Ja, alleen als ze echt lekker is. Hoe vaak doe je dat? Niet vaak. Zij was een uitzondering. Ja. Nou, wat was het? Ik had ooit gedm'd door een guy, ik weet niet eens wie die is. Gewoon random. Ja. En hij vroeg naar mijn schoenmaat. Dus gewoon hoe lang voelde zij. Ik zei gewoon maat 38. En daarna zei hij zo van ja, heb je ook zeg maar die kleine kindersokjes en shit? Van ja, heb ik kleine voeten? Zei ja, I don't know, als jij dat gewoon goed vindt. Daarna werd hij helemaal hyped en shit om in hard emojis te sturen en zo. Daarna, hij zei van wat is je snap? Dus ik zei gewoon ja, het stond in mijn bio. Hij me vroeg op snap. Daarna, hij zei ja, mag ik een foto van je voeten? Dan kon ik, en zeg maar, kan je ook op voeten? Ja, van mijn voeten. In, gewoon met sokken aan en shit. Dan kan je dan op je buik liggen en daarna gewoon met je voeten dit doen in de lucht. En daarna dacht ik, waarom wil je dat? Ja, dat vind ik leuk, word ik geil van. Daarna gewoon blok. Toen heb je het gedaan? Nee, ik heb het geblokt. Zou je betalen voor dat? Betalen? Of om mijn voeten te zien? Ja. Als ik goed word betaald, dan wel. Ik ga niet voor je liefde. Hoe zou je doen? Nou, oké, okay, kijk. Dat is tijd. Wat? Ik weet niet, man. €50 of zo. Kan ik meer? 50? Of 100, ik weet niet. En we zijn gewoon even met die voeten zo in en weer bewegen. Kijk, ik kan daar gewoon goede shit van halen. Laten we daarop houden. Doe even voor je dan met je voeten zou doen. Zo. Hoe? Ik weet het niet. Wat zeg je tegen die guy?
Ik hoop dat je iemand anders de voeten hebt gevonden, want die van mij mag je niet hebben, man. Tenzij je 100 euro betaalt. Je hoort het, 100 euro. Ik krijg de voeten te zien. Doe even een like en abonneer gelijk even. Plaats een leuke reactie. Je weet toch, gooi een beetje love op hem, support hem. Ciao.